De gesprekken tussen de brandweerbond Suriname en het ministerie van Justitie en Politie schijnen nog steeds geen resultaten hebben opgeleverd. Tijdens de algemene ledenvergadering van morgen is er besloten de acties van de bond voor te zetten, waarbij de brandweerlieden alleen uitrukken voor woningbranden en in gevallen van levensbedreigende omstandigheden. Ook de bijendienst rukt alleen uit voor levensbedreigende omstandigheden, terwijl de reptielenvangst geheel is stopgezet. Hulpverlening aan het NCCR en BOG zijn eveneens stopgezet. Ook de oefeningen in verband met de deelname van het korps aan de parade en het defilé in verband met 25 november gaan niet door. Begin deze week klaagde interimvoorzitter Oosterwolde nog dat minister Amoxi de bond van het kastje naar de muur stuurde en ging de bond per direct in beraad. Het is nog niet bekend hoe lang deze actiemodellen worden gehanteerd.